Evert al bekomen. Nu is de vraag van wat, hè? 9 uur box to box. 2 ah, ja, ja, ja. uur en 10 minuten. Mit -mit, meer ja. dan een uur extra time. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad na een aflevering van Miet dan die van vorige week met Filip. Dus ja, dat is toch wel tof. Jij maakt de, de lange formats terug cool. En Filip stuurde me dat hij ondertussen gevraagd is voor echt veertig andere podcasts. <laughs> ik, dus... heb, ik heb hem gisteren gezien en dus zei hetzelfde tegen mij. En hij zei ook: volgend jaar kom ik terug. Friends of Sports. Filip Kools, Sam Kerkhoffs. Welkom in MidMid. -mid. Welkom terug eigenlijk. Welkom terug. Ik kan ja. net zeggen, bedankt om ons een herkansing te geven. Graag gedaan. We gaan het niet over de vorige <laughs> keer hebben. Weet, weten de mensen dat dat de vorige keer mislukt is? We hebben het aangekondigd, ja. maar ik weet niet of ze het gaan weten. De vorige keer was dus een corrupte SD-kaart die ervoor zorgde dat de audio niet was opgenomen. Kan je je dat betreft. gaat nu wel goed zijn. Geen probleem. Um, hoe gaat het met u? Ja, goed eigenlijk. Uh, het voetbal loopt terug. Uh, wij doen uh, op vier ook Sports Night terug, waarbij, de, waarbij ik het Belgische uh, voetbal doe. Uh, ondertussen speel ik vier, dus ja, wij zijn terug uh, aan het werk na ja, uh, het einde van de Premier League, een paar weken stilgelegen. Maar ja, goed, het loopt terug en dat is fijn. Je bent een van de weinige commentatoren, denk ik, die niet is overgestapt naar 11, Hebben ze u wel gepolst? Of? Ik denk dat er heel veel volk uh, nog gewoon bij PlaySport zit. Um, er is heel vaak gepolst geweest. Maar um, dat we, uh, niet meer dan dat. Uh, en denk ja goed, bij, bij Eleven hebben ze nu ook, uh, je hebt Peter en Wim, je hebt Filip Joos, Nicola De Brabender, Ja goed, dan denk ik dat daar kwaliteit genoeg ook zit. En dan is het voor mij ook niet denk ik, nodig om overstap te overwegen. Ik zit ook goed waar ik nu zit. Ik mag heel fijne dingen doen. Uh, ja, dus ja. Maar gewaard als ik dat zo mag zeggen, nummer twee aan het worden bij PlaySport, na Filip Joos dan denk ik. Gaat het dan nu daar echt nummer één zijn? Uh, maar de hiërarchie, ja, bij ons had je natuurlijk hey, jat Filip daar. En die was nummer één. En dat was ook totaal terecht. Dat is samen met Peter, denk ik, de beste voetbalcommentator dat wij, dat wij hebben in België. Um, en, maar daaronder is dat. Uh, ja, dat ligt vrij open hoor. Uh, het is niet uh, dat al die, al die topwedstrijden daaronder dat die automatisch naar mij gingen, of naar Bram Lambert, uh, je, hebt er, allee, je hebt er genoeg mensen die dat, uh, die dat fatsoenlijk commentaar kunnen geven op een aangename manier. Oké, okay, nu de Premier League gaat terug beginnen, je zou toch graag die topmatchje willen? Maar ja, tuurlijk. Ja. Ze liggen voor het grijpen Absoluut. Ja, Absoluut. Ja, ja. Nu zijn er wel kansen voor bijvoorbeeld uh, een City tegen Liverpool te gaan doen. Dat klopt, ja. En die waren er vorig jaar. Bijna niet. Langs de andere kant heb ik vorig jaar ook uh, bijvoorbeeld in Madrid uh, de Stadsderby gedaan. Mm, heb goed. ik Champions League uh, ter plaatse gedaan. Ik heb Dries en een goal tegen Barcelona live uh, zien gebeuren. Dus ja, dat zijn wel. Alleen, ja. Waarmee je het record even na doen? Ja, absoluut, ja, inderdaad. Dus ja, het is niet dat ik de vorige jaren nog geen leuke dingen heb kunnen doen. Nog geen topmidstrijden heb kunnen doen. Nu komen er misschien iets meer vrij. Wie weet. Maar um, dat zien we dan wel. We hebben vorige week, zoals gezegd, 2 uur en 11 minuten opgenomen. En juist als, we het, juist als we het posten, stuurt Messi een fax just, dat hij Barcelona gaat verlaten. Dus dat zat er niet eens in. Dat zat zelfs niet in die 2 uur, oké. Okay. Moeten we het daar eens over hebben? Ja, maar... Gaat hem echt weggaan? Ik had, ik had daar wel iets over in mijn hoofd voorbereid dat ik absoluut wou zeggen. Als dit gebeurt... <laughs> daar hou ik altijd van. <laughs> Al, ja, maar als Messi nu echt vertrekt naar... Nou... Het schandalige jaar dat ze bij Barcelona achter de rug hebben, dan is Bartomeu echt wel de grootste loser uit de geschiedenis van de Barcelona-geschiedenis. Ja, dat is echt. Dat kan me... Ja, wat die man allemaal verprutst heeft, dan in zijn uh, termijn, in zijn, zijn anderhalve termijn zelfs, dat is ongelooflijk. Als daar nog eens het vertrek van de allerbeste voetballer aller tijden bij komt, ja, wat heeft. Allee, wat voor legacy laat die man achter? Ik denk dat die echt. Ik snap niet goed dat die nog overeind blijft, die gast. Maar wat is die nu in zijn hoofd bezig? Want die doet de gekste dingen. Heel die kleedkamer is een rommel. Bestuurlijk is daar een rommel. Daar zijn 35.000 mensen ontslagen, aangenomen. Nu weer een nieuwe coach. De derde coach al dit seizoen. Vergeet dat niet. Hm. Uh, de beste spelers willen weg. Uh, de grootste nederlaag ooit. Uh, ja. Ik weet niet goed, maar die Bartomeu gaat toch wel echt de geschiedenis in. Als de slechtste voorzitter ooit van Barcelona, denk ik. En we hebben er al een paar heel slechte gehad. Maar moet je niet gewoon opstappen en naar ja, mensen toe is, zeggen: ja. ik ben weg, blijf alsjeblieft. Maar ja, ik, ik vraag mij ook nog altijd af: in hoeverre is het realistisch? Is dat missie effectief? Ik kan me mij nog altijd niet voorstellen dat hij volgende week zou tekenen en in het shirt van mijn city staat bijvoorbeeld. Ik kan me dat nog altijd niet voorstellen. Ik denk nog altijd dat het een zwaardrukkingsmiddel is om iemand anders daar op de post van Bartomeo te krijgen. Om Xavi iets sneller dan verwacht naar Barcelona te krijgen. Um, langs de andere kant redeneert hij misschien ook van. Ja, om nu nog allemaal in orde te krijgen bij Barcelona en een ploeg te krijgen waarmee je de Champions League kan winnen dit seizoen of volgend seizoen. Ja, Lukt dat niet. wordt wel heel moeilijk. Hè? Dan, dan gaan er heel uh, vreemde dingen moeten gebeuren, denk ik. Dus ja. Ik denk, ik heb echt wel het gevoel dat het echt beu is. Maar wat nu de grote vraag is: wanneer komt Messi echt zelf met een statement? Mm. Dat is nu de grote vraag in Catalonië, ja, in de kranten. En de, de, ja, de, uh, en de lekken van wat de vader allemaal zou gezegd hebben. Messi die zelf zegt, ook. Ik doe een persconferentie of ik stuur echt zelf een statement uit waar mijn eigen naam onder staat. Met een uitleg waarom ik weg wil. Daar zit iedereen op te wachten. En daar ben ik heel benieuwd naar. En ik denk, ik, ik geloof niet meer dat hij blijft. Ik heb dat laten varen. Ik heb daar lang nog gedacht van dit is een drukkingsmiddel of dit is een spel dat Messi wil spelen om te laten zien hoe belangrijk hij is. Maar toen dacht ik in mijn eigen, ja, hij hoeft dat helemaal niet meer te laten zien. Dus mm. dat had een rare tactiek geweest, want Messi weet zelf goed genoeg dat hij nummer één is en dat hij alles te zeggen heeft binnen die club. Dus... Hij zou ontploft zijn na de aanstelling van Koeman, omdat het daar niet van op de hoogte was en omdat het daar niet achter staat. Ja, En omdat Koeman ja. blijkbaar tegen hem had gezegd van het is gedaan met privileges hier, iedereen ja. is, het, is hetzelfde. Mooie binnenkomen. Koeman is, heeft meteen ja. ook gebeld naar zijn beste vriend Suárez, om, ja. om hem eigenlijk duidelijk te maken dat het voor hem voorbij is. Op een vriendelijke manier wel blijkbaar, want Suárez heeft daarover gezegd dat ja, dat was een, een fijne babbel op zich, maar dat heeft bij Messi wel pijn gedaan dat hij daar niet in geconsulteerd is, in, over die beslissing. Ja. ja, en voor Koeman kan dat plots ook heel vreemd worden, hè. Want stel dat Messi toch zou blijven, dat er ja. een nieuwe voorzitter komt, en Xavi komt daar, dan is Koeman... Fakt. Ja, weg. <laughs> uh, vooral dat hij bij wijze van spreken één wedstrijd gecoacht heeft. Nou, misschien kan hij een terugbondscoach worden, ik weet het niet. Maar dat zou, alleen, ik denk dat hij minstens ook zich in een wispennis gestoken heeft. waar hij op, op voorhand niet goed is. Het, het was een grote droom om naar Barcelona ja. te gaan. Maar ja, ja, ik denk maar dat maar niet timing, nee, nee. Ja. Niet. het niet op deze timing Het risico even. dat Ronald Koeman nu neemt, je moet er ook wel ergens van houden. Hmm. Want hij weet dat, hè? inderdaad, als Victor Font wordt verkozen tot voorzitter. en die verkiezingen komen er sowieso aan, of het nu volgende week is of in maart. En die zegt, ja ja, maar Xavi en Puyol, ik heb dat beloofd, dus ik ga dat meteen doorvoeren. Dan staat hij gewoon op straat, die Koeman. Allee, en dan heeft hij eigenlijk heel zijn carrière toegewerkt naar dit moment, om mm. dat dan te verliezen in zo'n krabbenmand. Dus die toont wel ballen, want eigenlijk zegt hij, ik ga op drie, vier maanden tonen dat ik de ja, beste absoluut, coach ben ja. voor deze ploeg. Dat zegt hij eigenlijk, door dat te doen. En ik stel mij daar heel grote vragen bij. Nu, we moeten Want, ons misschien ook wel afvragen. We hier ook al eens, uh, Welke besproken. ploeg gaat die man opstellen? Ja, maar hmm. kan het een positief effect hebben ook op Barcelona? Ja, oh, maar dit vraagt echt wel tijd. De problemen die, die Evert net schetst, ja, die krijg je echt niet op, op één jaar tijd zelfs opgelost. Die, die, die problemen zijn veel groter dan dat. Je moet, je moet echt ja, die ploeg verjongen. Dat is sowieso. Maar je moet ja. ook zorgen dat het in de club uh, op bestuurlijk vlak terug een beetje... Rustig wordt, dat er een duidelijke visie is, dat je niet om de, om de vijf voet uh, iemand buiten zwiert die daar een belangrijke functie heeft. Ja, dat krijg je echt niet zomaar in 1, 2, 3 opgelost. Dat duurt, uh, dat duurt een termijn. Uh, kijk hoe lang dat, dat Liverpool, hey, uh, oké, okay, dat is nu een extreem voorbeeld, maar alleen nog maar de periode van Jurgen Klopp, dat heeft ook vijf, zes jaar geduurd, vijf jaar, vooraleer dat daar uh, geoogst is geweest. Uh, om een ploeg echt op te bouwen. En oké, okay, Barcelona zal een iets stevigere basis hebben dan, dan Liverpool vijf jaar geleden had, maar. De winter, Marizano. Oké, ik ga niet zeggen dat Liverpool uh, een kleine club is, maar de tijd bij Barcelona om zoiets te realiseren lijkt me korter. Ja, tuurlijk. Het, ja. De truc is, is nog groter, denk ik, dan bij Liverpool. Dat is immens. Heel die stad, heel die regio, eigenlijk dat hele land Catalonië wil maar één ding, en dat is dat FC Barcelona wint. Maar Koeman is wel gezond, arrogant genoeg om te denken dat hij dat kan. Ja. En, uh, ook wel ik vind als we de vergelijking met Liverpool maken: het team dat klop overnam. Van Liverpool is wel nog veel slechter dan Barcelona. Ja, nu, want daar zit talent ja. wel klaar bij Barcelona en zo. Daar moet ruimte voor gemaakt worden. Mm. Eén, twee gerichte aankopen. En... Nee, daar dat ben ik het niet mee eens. Nee, ik eigenlijk echt wel. Maar goed, hè? Die, die, maar, die ploeg is een rommeltje. Ja, maar ja, er gaan er heel veel weg. Hè? Ja, maar dat, dat krijg je met twee, drie aankopen niet, niet rechtgetrokken, denk, ook, denk nee? ik. Het is ook gekomen op. Ja, ik weet ook nog altijd niet goed welke profielen dat ze moeten gaan halen. Want ze roepen nu vanuit, vanuit ja, de entourage. We moeten terug het jeugdvoetbal belangrijker maken binnen Barcelona. Maar oké, okay, welke jeugdspelers zijn er op dit moment klaar om een dragende rol te gaan spelen op het allerhoogste niveau? Ik weet het niet. En bij een vierde plaats zijn ze ook niet gelukkig. En dus dat wordt een spel. Wordt... Ja, ik, ik lees namen van Wijnaldum, Depay. Ja, ah wel, maar dat zou de grootste fout zijn die Koeman kan maken. Hè. Dat is die ja? mannen gaan halen. Ja, maar dan krijg je Louis van Gaal, hè? Louis van Gaal die ging... Ja, maar misschien is zeven, dat wel wat Barcelona acht, dan negen, dan nu Nederland... nodig heeft. Ja, maar Reiziger, Bogarde, Hesp, eh, Cocu, <laughs> Zende, Overmars. We, we hebben ze allemaal gekocht. Lidmanen. Eh, dat was ook een Nederlander. Ja, we, we zeggen, ja, ja, dat is mooi. Nee, maar dat is gevaarlijk. En ik snap dat Koeman daarna kijkt, want hij kent die profielen. En hij heeft met die gasten al een traject neergezet. En dat zijn op zich wel... Zeker een Wijnaldum is een type dat je nu niet echt hebt. Maar bij Barcelona zeggen ze direct... Ho, 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 Wijnaldum is uh, absoluut geen Barca-speler. Dus dat... Nee, ik zou ervan weg blijven van Nederlanders te kopen. Donny van de Beek. Eh, ja, die hebben ze maar wel gehad. Maar wie moet Barcelona hapert. dan wel? Allee, ik, vond, we... ik vond Depay wel een goeie, want die heeft nog één jaar contract gehad, ja. die mm -hmm. voor een relatief prikje kunnen kopen. Maar omdat de Nederlander is, ligt het gevoelig, denk ik. Maar ik vind <laughs> Depay zeker is een optie, als hij zich zo verder ontwikkelt. Maar omdat het een Nederlander is, zou ik dat niet doen. Stel, jullie zijn Messi, Inter of Man City. <laughs> ja. Ik, zou... ik vind het beide rare keuzes. Ik zou liever in Milaan wonen dan in Manchester. Oeh, rare <laughs> keuzes. Uh, ik vind, beide ploegen spelen niet het voetbal waar Messi zomaar even... Ja, kijk, als hij naar, naar, city, city ja, nee, naar mijn city gaat, dan heb, je, dan heb je toch een probleem, denk ik. Ik denk met. dat ook. Alleen een ja, goede voetballers ook... zijn altijd goede voetballen ja. elkaar altijd vinden, maar je hebt wel een groot probleem. Allee, je bouwt je ploeg in Manchester toch rond, rond de Bruine, lijkt mij. Als je de Bruyne en missie hebt, want dat, dat wordt dan door veel mensen gezegd vorige week: van ja, stel je voor de Bruyne en missie in één ploeg, maar uh, nee, ik, ik zie, ik het, ook zie het ook niet gebeuren hoor. Kevin, uh, Kevin de Bruinen. Niet de, niet de voornaam. Morgen. Ik weet er normaal gezien wel op. Maar uh, De Bruyne heeft lopende spelers nodig, effectief. Hè. Uh, mensen die diep gaan creëren. Dat is, dat is de tactiek van City nu. De Bruyne die vrij rondloopt. En op het moment dat de bal nog maar naar De Bruyne gaat, ja. moeten die twee aan de andere kant al vertrekken. Langs de andere kant zou het wel ongelooflijk interessant zijn om ze alle twee in dezelfde ploeg te zien. En om te kijken hoe Guardiola een oplossing kan vinden om ze alle twee er, er het beste uit te krijgen. En om Missy in de Premier League te zien zou ik ook wel heel leuk vinden. Ja. Uh, de oplossing is er, denk ik. Zeg Nu gaat de, de trainer in mij, in mij loskomen. Maar, je, je zet gewoon Messi op de negen. En Aguero. Maar Aguero is uh, van zijn beste vrienden, hè, dus die gaan met alle plezier <laughs> op de bank zitten. <laughs> nee. Maar oké, okay, Messi op de negen gelijk vroeger, en toen had hij Pedro en Via en, en weet ik veel wie nog allemaal, die, de rest, hmm. die er vanuit die flanken diep gingen. Dat gaat hier ook kunnen. En ik denk dat de Bruyne... Uh, andere statistieken kan halen als Messi er is. Ik denk dat de Bruyne meer doelpunten kan gaan maken, omdat hij veel meer in schietpositie gaat komen. Messi okay. gaat hem voor de goal zetten ook, denk ik. En met het schot mm -hmm. dat de Bruine heeft, de afwerking dat de Bruine rond de 16 toch wel heeft, denk mm -hmm. ik dat hij aan 20 goals kan komen als Messi erbij is. Zeer benieuwd naar ja, na, na, na die uitspraak. Ja? 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 Nee, ik denk wel dat. Nee, maar alleen dat dat daarom dan zou dan ik, ik inderdaad wel graag willen zien dat hij samen met Kevin de Bruin in één ploeg speelt. Maar ik, ik ook, en ik vind het ook leuk dat het net Guardiola is die dag gaat moeten ja, oplossen. Absoluut. En dat moet ja. fitten, want ja. als, als je één iemand doet kijken hoe hij het oplost, is het mm -hmm. waarschijnlijk nog. Pep Guardiola. Ja, ik, hij moet wel. Ja, tijd hebben. Als ik dan, hij moet nog vertrekken, die transfer moet nog rondkomen. Mm. Hoeveel weken krijg je dan? Dus, ja, de ja, de Premier League begint binnen anderhalve ja, week. Het dus Ildi, ja. is eigenlijk heel lastig dat je niet beetje... de eerste spelers. Nee, nee zijn, uh, dus... Net als in Spanje, de ploegen die daar lang mee zijn gegaan in Europa, krijgen nog een beetje respect. Je wil het wel zien eigenlijk. Ja, ik heb lang gedacht: nee, Messi moet Barcelona zijn carrière eindigen. Maar ik vind dat hij gelijk heeft om te vertrekken uit die huidige rotzooi. Ik ben echt gedegoteerd van hoe dat bij Barcelona is. Als hij dan vertrekt, ga dan naar Pep. Ik wil het zien. Hm. Ik wil hem zien. Ja, ik wil hem liefst, liefst nog eens tegen Cristiano zien. Maar dus naar de Serie A gaan. En dat daar nog eens het duel. Elke topschitterstitel, elke assistent. Dat er allemaal terug een duel Cristiano Messi is. Voor het allerlaatst. Nee, ik ik wil wil had ook een tweet gelezen hem... van de United nee. fans. Die zei. Als, als Messi naar City gaat. Is United verplicht om Cristiano te gaan <lacht> Ja. <lacht> vond um, Ander nieuws dan vorige week na onze super lange uitzending gelekt was. De selectie allez Glekt, de selectie was bekendgemaakt. Ja, toch enkele verrassende namen. Ja. Welke vonden jullie de verrassendste? Ja, die matte. Daar, ja. De, 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 omdat dat, ja, Ik denk dat niemand dat echt verwacht had. Die, die heeft, uh, hoe lang was hij geblesseerd? Anderhalf jaar ongeveer dat hij geen wedstrijd gespeeld heeft. heeft er nu uh, zitten we aan speeldag 4. En ook okay, ja, goed, hij heeft er een goal gemaakt. Uh, wat was dat op spelag uh, twee tegen ja. oh, Ik heb die wedstrijd gedaan, ik weet het al niet meer. <laughs> <laughs> dat is heel goed. Maar. Um, ah, Jij was in Trade, denk ik. Ja, ja. STVV inderdaad, ja. met Mikalitsenko ook. Um, maar ja, die, die heeft drie wedstrijden op en na gevoetbald. Het is toch zeer vreemd dat hij er ineens bij is. Dat, dat doet mij een beetje denken aan de tijden zo tussen het WK 2002 en WK 2014. Toen hadden we echt, ja, als er een speler drie, vier goede wedstrijden spelen. En uh, ja, dan zat hij bij de Rode duivels origineel meer naar het WK, ja, terwijl jij ja, geen basisspeler -basis was. Ja, dat was een soort ja. aan dan van wit konijn van Mark Wilmots destijds. Dit vind ik nog iets anders. Ik, ja, ik vind het heel raar. Allee, ik, snap moet dan... weten, wij, wij, of ik zeg in de uitzending van vorige week nog: zou die Matthes als bkw stenden <laughs> ja. de nummer één zijn en hij wordt dan opgeroepen voor de Rode dames Van waar komt dan die selectie? Ja, Martinez heeft uitgelegd dat hij ongeveer hetzelfde profiel wel is en daar snap ik hem wel in. Zoals Benteke, zoals Lukaku, Stevige Spits, centrumspits. Ja, het is wel inderdaad hetzelfde profiel, maar ja, hoe, of dat je dan iemand erbij moet halen die dat op dit moment. Ampers, allee, amper wetsuitritme toch heeft, eh? uh, amper wat wa bewezen heeft na zijn lange blessure, want die moet toch nog altijd mm -hmm. groeien. Verscharen, Idem Dito, die heeft eh, amper gespeeld. Verscharen heeft echt een kwartier. Ja, maar als zorgsieven. je company bent, wil je die toch ook niet? Want hoe groot is die kans dat hij in die ja. mat zich er weer aan het overtrainen is, aan het overvoetballen? Die gaat extra zijn ja. best weer willen doen. Hoe groot is die kans dat hij er dan toch eens iets maar te ver aan gaat de weer. Ik denk ook dat het, de maakt zich daar niet populair bij, bij de neutrale belgische Nee, maar daar kan iedereen... Company ja, niet nee. aan doen. Hè? Nee, maar dus daar, daarom kan men we er wel niet blij mee zijn. Ja. Wow, ik denk dat daar zal Company weinig kunnen schelen, denk ik. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat hij daarvan wakker ligt waar het publiek denkt van over de nationale selectie dat er veel van Anderlecht bij zitten en dat dat slecht is voor we wow. Dus dat vind ik wel ook zeer vreemd. Als Martien ja. is echt overtuigd is van die gasten, dan is het zijn goed recht he, om die op te roepen. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Wij mogen dat heel vreemd vinden, maar als hij echt in eer en geweten heeft gezegd die van ander ligt voor mij de beste, hm. ja, dan moeten ze maar oproepen. Want die Mata heeft natuurlijk wel het potentieel om rode duivel te zijn. He. Als die blessure vrij blijft, gevoel blijft gevoel is, dat gewoon, uh, is dat gewoon uh, zeker een goede backup voor, uh, voor Lukaku. Absoluut. Mm -hmm. uh, maar dan moet hij wel... Ja, zijn ze minstens een half seizoen echt op, op een goed niveau gespeeld hebben, dat je kan zeggen van oké, okay, uh, kom er maar bij. En, en... Ook misschien wel een statement naar Batshuayi van ja. de, ik heb wel andere opties ook. Absoluut. Ja. Ja. En Van Heuze Ja. Als je, eh, Martínez heeft de voorbije jaren al heel vaak jongere spelers bij gehad, Tielemans, uh, onder nu, andere Doku. Doku, inderdaad. Om ze verscharen, om ze zo vroeg mogelijk te laten instromen, om ze te laten winnen al aan die ploeg. Ja, en achterin. Is het wel steltjes aan nodig? Hè. Die, onze achterlijn loopt echt wel op zijn laatste benen. En ik heb eens gekeken, ja, zo heel veel opties heb je toch echt niet meer nu. Rocky Bush. viel wel in als linksbak. Ja, ja, op voetbalmanager is dat ook. Ja, dat uh, is, is dat ook wel een optie, uh, linksbak, Charlotte <laughs> Ketelaar. Uh, Wat? Ja, 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 echt ja. waar. Ja, die, oh, ja, die oh, doet ja. Hij. Wel, wel maar een oranje balken of zo. Het is niet zijn beste positie. Maar, uh, Hebben ja, jullie Mourinho een bureaublad? Ja, dat ja, is ook een voetbalmanager, teviel, Ja. Nee, maar achterin inderdaad, als, zeker als je ziet Vermalen valt uh, weg. Mm -hmm. uh, ja, Cobbout heeft uh, jammer genoeg zijn enkel gebroken. Ook, uh, komt ook niet. Mm -hmm. Ja, dan, dan denk ik wel dat hij misschien toch nog van Heusde gaat oproepen. Ja, uh, want te veel keuzes heb je daar. Ja, bij, nee, ik hè? heb eens gekeken, alleen in de Belgische competitie, en dat is dan misschien heel vreemd, maar, omdat we hem in Vlaanderen niet echt goed kennen. Maar bij Chalarouais heb je bijvoorbeeld de Soleil rondloop. Ik zeg niet dat hij een topverdediger is, maar die speelt er al wel jaren uh, stabiel bij. Bij Chalarouais is de leider van de defensie. Goed, wij zien hem te weinig voetbal. Ja, maar ik... de Waast is toch kampioen geworden? Ja. En die zat er ook niet bij. Die was kapitein, kampioen, alles erop en eraan. Ja, maar ik vind dat... Zou dat wel nog een bizarder signaal zijn? Dan de Soleil. Maar ja, goed, we zijn hier bezig over de Waast. De Soleil, als je ziet van waar we komen, ja, ja. van Vermalen, Company, Alderwereld, vertongen. Ja, daar gaan we moeten mee rekening houden. <sus> ja, ja, inderdaad. Ja. Binnen Absoluut. zes jaar is het, uh, Praat, Tielemans, Trossaar... Mm -hmm. En namen. ja, oké, okay, we kunnen niet verwachten natuurlijk dat, dat de Rode Duivels uh, altijd op één blijven staan. Natuurlijk, dit is een uitzonderlijke generatie, maar we moeten er inderdaad wel stilte aan beginnen winnen, denk ik. Aan het feit dat het iets minder zal zijn. En dat we terug spelers gaan krijgen die de, ja, niet de absolute wereld op. Ik zie Doku, daar kan ik van genieten. Absoluut. Als een guest, Aster Franks, oh, ja. die was echt. Indrukwekkend voor zijn leeftijd, vond ik. Dus, Charles de Keetlera was vorig seizoen ook ja. met een directe impact ja, in een zeker. Groot, goede ploeg. Uh, ja. Ik vind die Raskin, ja. uh, vind ik echt wel opvallend. Allee, daar zit echt wel nog maar. Maar daar zit absoluut potentieel in. Maar die mannen hebben ook, ook nog wel bijna alles te bewijzen natuurlijk. Maar het goede eraan is, al die namen die we nu aan het opnoemen zijn, spelen wel hier in België. Ja. Dus die gaan echt veel minuten maken. Zo niet basisspel. Alleen de belangrijkste speler van hun ploeg worden. Ja. En dat kan alleen maar goed zijn. Die zijn nog niet naar... God weet welke buitenlandse ploeg. En dat vind ik wel maar positief. Hoewel onze oude generatie dat wel sneller had, alleen een aantal van hen. Ja, maar ik denk dat, uh, dat het niet voor iedereen is weggelegd en dat het misschien wel beter op langere termijn is dat er toch meer hier blijven. Ik las uh, toen dat Doku werd opgeroepen, en ik denk dat het Haaland was, uh, de titel Doku is een even groot talent als Eden Hazard. Pff, wat vinden we daarvan? Nou, dat kun je nu toch... Ook nog om, maar ik vind wel dat al ik uh, vind als je ze leeftijd vergelijkt, ik denk dat als daar toen al uh, de dubbel had gepakt in Frankrijk, no, spelen no, van het no. jaar al geworden was, maar dat is altijd echt? heel gevaarlijk om dat te vergelijken. 18, vind ja. Ik bedoel, als je, ik vind wel al dat nee. Doku, dat zie je wel echt al wel progressie heeft gemaakt Zeker. ten opzichte van hij is veel efficiënter, veel doelgerichter. Daar is echt al wel goed mee gewerkt. Uh, ja, goed, of dat, dat een even groot talent is als Eden Hazard, Ik moet nu wel eerlijk zeggen dat ik Eden Hazard op zijn 17-18 dat ik daar niet elke wedstrijd van bekeek. Ik kan dat heel moeilijk uh, mm. zelf beoordelen. Um, Alleen ja, als Doku evolutie blijft doorzetten, dan gaat hij inderdaad misschien wel een van onze toekomstige Kevin de Bruyne's, Ramadul Lukakus worden. Van die orde, dat denk ik wel. Dus dat misschien een van ook. de grootste talenten wel En Anderlecht gaat er een gouden zaak mee doen. Hè. Die gaan daar een megazak geld voor krijgen. Hè. Dus wat spreken we? 20 miljoen? Meer. Veel meer. Ja, Veel ik weet meer? Dan. Ja, ik, weet ja ik vind dat moet er een recordtransfer worden. Toch? Dat is nu David, of van Anderlecht ja. 25, ja. denk ik, Jurie Tielemans. Die man speelde van? wel al twee jaar. Die David is 30, 35, 27,5. Ja, van de week was er weer zo'n voorbeeld. Hè. Van de Beek, voor hoeveel naar Meisje? 40? 40? Maar ja, Ajax, die verkopen De halve finale licht, ja, Champions League. 80 hè. En zo. Ja, ja, ja. Dat maakt het verschil. Hè. Kan, kunnen ja, we in maakt de halve finale Champions League het verschil? Ja. Of maakt Ajax het verschil? Ja. Ik weet het niet. Die combinatie, die combinatie, die combinatie, de combinatie ja. denk ik. Maar ook de halve finale, de manier waarop. Mm. De en natuurlijk het aura dat transfer als de jong en de licht. Ja, uh, mee, uh, die uh, gaan naar Barcelona-Juventus dan denk je, ja die volgende zal ook wel een hele goede zijn ja dat Ajax, speelt mee. Ajax doet dat ook wel echt goed, bijvoorbeeld die uh, Gravenberg en die laten ze dan snel debuteren, mm. zodat dat de jongste debutant ooit is bij Ajax, dat gaat dan heel de wereld rond die speelt dan ook gewoon vier maanden niet meer omdat ja. hij nog niet klaar was, dus ze zijn wel heel goed in zo hun talenten op te kloppen ja, ik denk dat dat wel wat company ook wel in zijn achterhoofd heeft altijd. Je ziet er allemaal gastjes bij die ploeg komen. Hier en daar is een matchje spelen. We zeggen dan vaak, oh, die zijn er nog niet klaar voor. Maar ik denk dat dat wel meespeelt. Van, wij moeten ons gewoon zetten als de ploeg die die talenten een kans geeft. En we zien op lange termijn wel wie de beste zijn. True. Uh, wat maakt een goede club? De spelers, de trainer of het beleid? Ik denk nog altijd als de structuur van je club in orde is... Dan volgt de rest. Het is heel moeilijk, denk ik, om een goede ploeg op je terrein te hebben staan als de rest van je club totale chaos en rommel is. Ik denk echt waar, als, je, als, als dat allemaal heel duidelijk is, dat iedereen weet wat hij moet doen, um, dat dat de basis is voor uiteindelijk hetgeen wat er op het veld gebeurt. Ja, ik doelde eigenlijk op, op Charlevoix. Die jaar ah, ja? een jaar sterspelers verliezen en nu ook een andere coach hebben. Ja, dan, maar nee, vier dat is, jaar geleden is dat een perfect voorbeeld. Uh, die club wordt, oké, okay, we kunnen van, uh, van uh, Medi Bayat zeggen wat we willen, we kunnen van Chalrois zeggen wat we willen, maar die club, als je kijkt, en dat is nog niet zo heel lang geleden, net vooraleer Fili Tjemadzou mm -hmm. daar neerstrekt, ik denk dat dat ondertussen acht jaar geleden is, dan ja, was Chalrois echt een grijze ploeg van hier tot rechter. niemand ging daar graag naartoe. Um, en ja, nu is dat gewoon een stabiele topclub geworden. He, de voorbije jaren. Bijna altijd in play-off 1 gezeten. Um, nu op kop. En inderdaad, elke keer worden daar goede spelers vervangen door minstens evenwaardige spelers. Zo niet nou beter. Dus die club staat gewoon, wordt goed geleid. Punt. En dat zie je gewoon. En dan kan je ook duurzaam werken. Dan, kan, dan ga je niet zoiets hebben dat je daar ineens een goede ploeg hebt. En een jaar later ziet daar niks meer van over en valt heel die bazar ineen. Bij Shellar wel, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Die doen mee voor de titel, hè? Huh? ja. Die worden wel vergeten, nog altijd. Uh, dat komt deel door, door hun spelopvatting, denk ik. Uh, en doordat er, dat ze misschien een echte sterspeler missen, zijn vedette. Mm. Maar die gaan meedoen voor de titel. Want het is een onwrikbaar. Ja. Daar gaat ook niemand niet meer vertrekken. Dus zijn zijn hyperstabiel. Alles wat er nog kan bijkomen, kan alleen maar beter zijn. Dus... Ja, ik, ik denk echt dat die gaan meedoen. Die gaan meer meedoen dan een Antwerp op dit moment. Of ja, ik denk dat nou echt. Plus, er wordt ook vaak, vind ik, een beetje negatief gedaan over de spelopvatting van charleroi Het is inderdaad een ploeg waar je absoluut niet graag tegen voetbalt, omdat hij in de organisatie heel erg goed staat. Maar vanaf het moment dat die de bal hebben, dat is wel zo snel mogelijk naar, naar voren geraken. En vaak staan die ook door, dat bijvoorbeeld Marioka het geweldig ziet en zo, maar er, staat, er lopen er nog wel meer. Maya Ritra is er nog, zo'n. Um, ja, die staan binnen drie, vier tellen. Dan staan die plots voor je goal, hè. Uh, die spelen op een, op een bepaalde manier toch ook wel. Ja, vind ik ja, leuk voetbal om naar te kijken, is het misschien niet. Maar ja, om, het, uh, om het af te doen, als uh, ja, die mannen staan met elf voor de goal en uh, counteren, net zoals wat dat over beerschot ook gezegd wordt, wat dat eigenlijk ook niet klopt. Um, dat is zeker niet waar. Maar zo Nurio, ik zag je twee maatjes spelen. Ik zeg, oh, geniaal, een linksbak, toffe speler. Die had ook zowat die, mm. die flair. Die ging daar die lijn af. Ik zeg, ah, hij is echt een uitzonderlijk talent op die positie voor de Belgische competitie. Die vertrekt voor veel geld. Staat daar gewoon direct een andere. Die, die misschien nog, nog mij meer imponeert, die KMB. Mm -hmm. waar, waar halen... Allee, hoe komen die daar toch bij? KMB zal via uh, de Bayatling. Ja, want wel. die <laughs> komt dan van Nantes. Maar allez, ik vind dat wel straf. Die mannen die, die spelers halen, die passen die daarin. En, en de, de volgende is altijd nog beter als de vorige. Ja, want we kunnen dan wel zeggen dat zal via de Bayatling zijn. En dat zal wel kloppen. Maar hij past inderdaad ja. wel in de ploeg. Dus oké, okay, via wie dat die dan komt, dat maakt niet uit. Uh, als hij past, dan heb je goed werk gedaan. En, en Reza, die, die, die speelt daar altijd keigoed. Bij Brugge lukt het dan niet. Bij Charlois is dan een hit. Golizade. Uh, komt daarbij, fenomenale voetballer. Ja, zij, zij gaan toch wel die juiste spelers halen. Mm. Dat vind ik wel heel knap. Kortrijk ja. doet dat ook vaak goed, vind ik wel. Maar wel het, op een ander op een niveau. Ja, op een, niveau. Een ja, andere... ja, 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 nee, nee, ja. Nee. Als ja als man, ik... dat, dat is waanzin. Ja. Was ze, daaraan ze hebben nog eens 15 hebben? miljoen gekregen ja. of zo. Ik denk dat dat in totaal 20 is of zo. Dat ze ja. nu verdiend hebben. Ja, dat is bij, bij... Zaak van, uh, de zaak van het leven van uh, Medi Bayat. <laughs> ja, en als je dan ziet wat ze uitgeven. Dan, dan zit daar toch nog wel veel geld op de bankrekeningen, Want veel geven ze niet uit. Dus nee. die mannen hebben wel een goed leven daar, denk ik. Als je zegt dat wat meedoet voor de titel, dan zeggen we dat, dat die in Play of gaan zitten. Er zijn nog drie andere plaatjes. Ik zeg, moet dat Brugge daar sowieso wel in kan komen. Dan ja. hebben we nog twee ploegen. Nog maar. Ja, ja. Dan moet ik wel terugkomen op mijn voorspelling dat Anderlecht daar gaat bij zijn. Oh, dat weet nu, je toch nog nee, niet. Jij dan? moet dat volhouden, hè, Sam. Ik ga dat volhouden, maar ik ga het wel al niet meer... Niet maar, ik zou, hard ik zou, maar kunnen zou, wij daar een heel jaar mee lachen? Ja, ik zou ze die twee andere ploegen toch ook niet blind uh, kunnen invullen, eerlijk gezegd. Ja, nee? Bij standaard lijkt het wel rustiger. Ja. En als standaard rustig is, dan zijn die wel altijd goed. Nee, maar gevoel, de paniek ja. bij Gent is er al. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Dus, en dat is heel straf, want die hebben een mega sterke kern. Op papier vind ik, qua aantal spelers die in de ploeg zouden kunnen staan, hebben ze de meeste. Ja, ik denk alleen bij Gent is misschien het probleem dat ze te veel spelers hebben en vooral te veel evenwaardige spelers ja. dat die hiërarchie daar niet echt um, als je selectie echt goed samenstelt dan heb je echt wel laat ons zeggen 12-13 spelers waar je van zegt van oké okay, dat zijn onze basispionnen. en volg dat erachter komt dat je hier ook bij kan neerleggen van oké okay, ik ga niet alles spelen um, maar bij Gent denk ik dat, dat veel te veel spelers denken van oké okay, ik ben basisspeler ik moet alles spelen en dat is geen gezonde situatie ja, ze hebben ook... Allez, ik vind dat toch... Ze hebben verrassend veel geld uitgegeven, vind ik, aan bepaalde spelers. Hè, die een Dorsch en die mm. Kleindienst. Ik zag die spelers ja, Oké, okay, interessant. Mm. En dan gingen ik kijken wat die gekost hebben. En dan denk ik... Ja. Holy fuck, jongen. 3,5 miljoen Alex denk ik. Dus 7 miljoen in totaal. Ja, plus natuurlijk... Vind ik wel heel veel geld voor dat type. Ja, en ja, dat is al vaak gezegd natuurlijk. Maar die kern is wel samengesteld voor je storp. Hè, niet voor Las en Voor het systeem dat hij speelde, waar dat toch vrij... Specifiek was in de Belgische competitie. Maar ja. geloofde jij daar zo hard in dat dat dan uitmaakt dat je spelers voor bepaalde ja, systemen hebt? Ze hebben, hmm. ja, in dit, in dit, dit geval. Er kopen altijd spelers die in dat systeem. Ja, in hadden. dit geval wel. He, bij, bij Gent heb je nu heel weinig flankspelers, om er een voorbeeld te gebruiken. He. Je zit met heel veel centrale spelers voor in die ruit te spelen. maar qua flankspelers. Is het al een heel pak minder? in. Yangbo stond er nu uh, van de week, denk ik. Ja. Jack Vertadze, Jack Fetazze zou ook liever centraal spelen en Yangbo zou ook liever diepe spits zijn. Ja, ja, ja je hebt met Salambo zi ja. zitten. Dat is eigenlijk volgens mij een van de weinige echte flankspelers uh, die dat er op dit moment. Ja, die is ook maar acht. Ja, ja, dat is een heel ja. jonge gast. Pijl snel wel. Maar ja, ongelooflijk moeilijk. In valt veld ook wel? allemaal zo hmm. wat dezelfde types, yeah. uh, zo geen echt mega patroon waarvan dat je zegt, geef mij maar dan bal ja, en ik valies, maak het verschil. Ja, maar aanvallend niet. Vannacht. Hmm. Ah nee, je ja, bedoelt. Nee, zo ja. in de nacht een team die, die er nee. tien maakt, en tien assists geeft. Nee. Maar ja, oké, okay, dat wil ja, nee, iedereen. Maar nee. en die hadden ze. Ja. Zijn we team Belenie of team Remschook? Ja, ik ben team Belenie. Ik ben beide. Nee, <laughs> ja, dat mag niet. Ja, nee, maar ik, vind het, ik vind het heerlijk wat Jan heeft gedaan. Maar ik vind Beleun ook gewoon een geniale mens. Ja. Zijn antwoord was toch even heerlijk? Ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja. En je doet het... Allee, ik vind het ook ergens leuk dat Remtje dat allemaal zegt, want we zijn die interviews van voetballers na ja. afloop van de wedstrijd, en die zeggen van, ja, we hebben goed Gaan gespeeld. Ik kan nu niet zeggen en, dat hem dat niet mocht zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ah. Ja, wacht. He, dus ik vind het goed dat hij, dat hij zegt van, eh, uh, niet van de clichés dat er uitkomen. Langs de andere kant, ja... Doe je dat eigenlijk niet? Allee, als speler. Denk wel, je... Als hij zich gesterkt voelt door zijn teammates. En dat is zo. Ja, nee, Want dan doe je dat altijd in een wevorm. Ja, maar dan doe je dat nog niet voor de camera. Dan Allee, kom, dat is toch uw trainer die dat er tien die dagen ziet. Ik denk nu wel niet dat, niet dat die toegankelijk is. Ja, dat nee, wordt maar moet dan moet je Moet je dan via de persoon, doe het dan via Wim de Dikker bijvoorbeeld. Spreekt, spreekt wil je dan zeggen dat dat misschien een transfer forceren is? Of... Wat dat nee, ik denk, heeft, dat er, ik denk dat er wel effectief een probleem in die, in die spelerschap zit, dat die spelerschap zoiets heeft van ja, hetgeen wat wij nu moeten doen, wat er nu van ons gevraagd wordt, dat staat zover af van hetgeen wat we de voorbije jaren hebben moeten doen en we voelen ons daar niet lekker bij. Dat denk ik wel. Maar moet je dat via de media gaan bespelen? Ik denk dat het meer een signaal is naar de witte. Dat denk ik. Ik denk niet dat ze Beleu niet per se viseren, want ik mm. denk dat ze wel allemaal respect hebben voor die gast. Ik bedoel, die heeft de Champions League gewonnen, die heeft dan mm. Palmares, en hier tot in Tokio. Ik denk dat die spelers... Met Belloni, oké, okay, jij speelt wat verdedigender, maar ik denk vooral aan de wittenis van, gast, jij neemt hier beslissingen boven ons hoofd, waar wij niet geconsulteerd ja. worden, waar wij het waarschijnlijk ook niet mee eens zijn. Ja, je moet ook wel eens beginnen luisteren naar je spelersgroep. Dat denk ik. Ja, en vooral, ja, wat dat nu gedaan heeft, hij moet toch ook goed weten van, wat gaat dit uithalen? Ze gaan Belloni echt niet <laughs> buitengooien, hè? Alleen, dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, ze zitten daar... daarom dat ik misschien denk dat hij er een transfer voor schreef. Ja, dat denk ik. Hmm. Maar wat win je er dan bij als je niet voor een persoonlijke. Transfer als het, aan het, als het echt voor een transfer had geweest, dan had hij, denk ik, ook meer in de ik-vorm gesproken. Dan had hij echt wel gezegd van ik ben het hier beu, ik doe dit niet graag. Ik doe dat niet graag. Maar hij heeft inderdaad altijd gezegd van wij als spelers vinden dit niet leuk. Wij als spelers, uh, we zijn precies een tweede klasse, hoe dat wij nu voetballen. Dus ik denk niet dat hij echt met een transfer in zijn achterhoofd zit. Kan zijn van wel. Maar het lijkt mij niet. Uh, ja, dan, dan, dan blijf ik de vraag hebben. Waarom? Ja. Ze mogen heel blij zijn dat het zonder publiek is. Want dan ontploft zo'n situatie nog veel mm -hmm. harder. Want dan gaan de, de, de supporters gaan kant kiezen gaan dan met een tifo komen. Gaan een keer Bengaals vuur afsteken. Alleen dan krijg je de miserie. Dus ja. ze mogen echt blij zijn dat ja, het zonder en publiek is. Ja, supporters van Gint. Ik heb er een uh, paar ex-collega's die de supporter van Gent zijn. Ja, dat is inderdaad niet goed gevallen. Hè? De aanslag van, mm -hmm. van Torop. Waarmee dat ze toch, het, uh, denk ik, sinds van Haasbroek het, het leukste voetbal hebben gezien onder mm -hmm. Torop. Dus. Um, ja, en om dan ineens beloning te krijgen, dat is niet zo uh, positief onthaald. Is Club Brugge terug van Nooit Weg geweest? <laughs> dat is zo waan van de dag, hè. De, ik moet wel ik, zeggen... Ja, Lassan <laughs> overal en Van ons zijn eindelijk terug. Ja, maar nee... Ja, allee, dus we, we, we. Ja, Dennis is terug, hè. Dennis, maar die was goed. Maar toch? We, we, ja, maar dat is ja. een goede voetballer. Zeker als hij zijn, zijn hoofd er een beetje naar Maar Maar we zijn vier speeldagen ver, plus de bekerfinale en ik denk dat Club Brugge al in een gigantische crisis geschreven is geweest. Van Aken kon plots niet meer voetballen. Vormers stelde ook niet veel meer voor. En nu na ene wedstrijd is dat plots weer helemaal anders. Uh, ja. Dat is uiteraard van het ene uiterste in het andere. In play-off 1 heb je dat nog meer. Daar is dan na, na elke wedstrijd... Dat ook, alles verandert. Zeker als er een midweek is, kunt je op zeven ja, der der tijd ineens van is, de titel kan naar warm van de dag vinden. Ze ging. hadden kunnen verlezen, ja, vergeet tuurlijk. dat ja. niet. Hè? Ja, want hun eerste helft was heel goed bij, bij Club Brugge. Dat was zeker de beste helft die ze tot dusver gespeeld hebben. Langs de andere kant om dan te zeggen van het club van vorig jaar is terug. Daarvoor was hun tweede helft, Allee, dat weten ze zelf ook wel, denk ik. Uh, dat verval was veel te groot. Genk nam echt wel over. Ja. ze zijn maar. niet meer zo onoverwinnelijk, maar. Een crisis is zacht opnieuw. Genk heeft een, heeft een veel groter probleem dan Club Brugge. Dat is nu al wel duidelijk. Ja. Genk kan geen matje winnen met die huidige spelers. Nee, ze kunnen hun, hun, hun wil ook moeilijk nee. opdringen. Hè. Ja. Ze, ze, ze... ze missen echt nog wel wat. En dat is wel spijtig. Dat we nu wel standaard in Brugge ook, hè, van de eerste vier. Mm -hmm. Ja, dan moet je toch wel kunnen bewijzen. Dit bruggen was, was op zich te pakken. Hè? In de aanloop naar Vond die wedstrijd ook, geloof je er als ploeg wel in. We kunnen dat winnen. En ik had in de eerste helft nooit het idee dat er iets ging gebeuren. Nee, af. nee, nee. Die, die raakte uh, geen bal. Nee. En, en ja, toch, Dessers uh, Onuatju. Alle twee niet fit, fit, niet fit. Uh, ze ja, dat al, helpt natuurlijk ook niet. Hè? Ze uh, hebben een probleem gewoon. Ja, ze, ze weten nog altijd niet de gouden formule. Nee, absoluut niet, want hé, ze zeggen dat met, met twee. En ik zie inderdaad ook wel iets met Onowacho en en Dessers, het klassieke spitsen systeem. Maar ja, je moet die mensen wel bereiken. Uh, mm -hmm. er, er zit daar niet echt een, een forier, een nummer tien. Als je al met twee spitsen speelt, is dat ook moeilijk. Dan moet je het meer via flanken hebben. Uh, Ito en Bongonda zouden in principe toch in staat geacht moeten kunnen worden om. Man te passeren voor ze te trappen. Ito vond ik goed. Ja, hm. maar. Maar Bongon, ja. ja. Daar vreten ze hun kas van op, denk ik. Ja. Daar gaan ze nog spijt van hebben. Dat ze daar wat is het, 7 ja, of 8 miljoen vreden, voor betaald ja. hebben. Maar je voelt nu al dat dat, ze, dat, dat niet past. Die hm. gaat stilstaan, dan gaat hij beginnen bewegen. Het is een hele moeilijke voetballer, ja. denk ik, om eens samen te voetballen. Ook als spits. Eden Hazard, er werd daar ook een tijd van gezegd bij de Rode Duivels. En ik kan mij daar wel in volgen als je als spits die beweging maakt naar de goal, op het moment dat je flankspeler voorbij zijn mangen en je denkt van, ja, nu, nu komt de, kom de, de voorzitter en die heb nog eens terug, ja dan denk ik dat je na, na vier of vijf keer wel denkt, hé, gast, deze actie doe ik niet meer. Als we het over positieve interviews hebben, alleen positieve, opvallende interviews, waar we allemaal blij voor moeten zijn, Dessers na de match, meteen na de match, meteen ja. de schuld op Schuldt zich nemen. Een beetje te. Ja, ik, ja, ja, misschien zelfs te. De Waarom? penalty en dan de, de corner. Maar ik vind dat wel mooi, want dat... Wordt vaak gezegd hè, harde voetbalwereld en, en dit en dat. Maar ik vind dat wel mooi, want Cyril stelt zich er eigenlijk wel kwetsbaar in op. Hè. Heel kwetsbaar. Ja, ja. Heel kwetsbaar. Ja, ja. Hij, zegt, hij zegt dat zijn schuld is Ja, ja, ja gewoon, absoluut. En dat ja. ziet je nooit hè. Um, allez, of heel, heel weinig. Er zijn vaak spelers die dat dan voor de camera komen en zeggen van ja, het is jammer dat je er niet in gaat, maar we winnen en we verliezen met elf. Dit vind ik wel, inderdaad. Ja, knap en typeert hem. Alleen ik heb hem uh, vorig, vorig jaar, de laatste dag van de transferperiode, uh, in de winter, was ik toevallig in, uh, in Almelo voor een, uh, voor een reportage mee. Hem. En op dat moment um, had Spal zich juist gemeld en Celta ook. Spal, ja. blijft wel een goede naam. <laughs> <laughs> en je uh, en, en zag dat hij een beetje zo ja, gestresseerd was. En hij vertelde dat ook heel eerlijk. Hè. Hij zei van uh, ja, goed. Hè. Ik, ik hoop eigenlijk dat ik nog wel weg kan. Want, want ik wil, hè. deze is een kans dat ik misschien nooit meer, nooit meer krijg. Um, maar dan tegelijkertijd wel rustig al een tijd nemen voor hetgeen wat wij daarmee wouden doen en zeggen van oké, okay, wat ja, moeten we dat nog eens opnieuw doen of dit of dat en heel vriendelijk. Uh, en dan, na, dan kwam die transfer niet in orde en dan, dan was ik nog mijn man aan het sturen en hij zei van ja, uh, jammer dit en dat, maar kom, up. Misschien komt er nog een nieuwe kans en dit en dat. Oké, okay, goed. Ik ben blij dat hij nu naar Genk is gegaan. Misschien had hij liever in uh, La Liga gezeten. Ik weet het niet. Ja, ja het is mag, zelfs een droom, droomgek. Dus. Wij mogen Cyril zeggen, hè, want hij is hier te gast geweest. Cyril. <laughs> <Cyriltje. laughs> hoe, hoe kort het dat af, jong? Oh. Uh, Cyrillek, heeft volgens mij een probleem uh, dat hij niet fit is. Hè. Ja. Hij, hij is zwaar hij op wil zijn hoofd gevallen. Hij wil te graag, denk ik, misschien op ja. dit moment. Hij is zwaar op zijn hoofd gevallen op training. Hè. Dat werd ook naar aanloop van deze wedstrijd gezegd. Hij, heeft echt wel, hij is zwaarder gekwetst, denk ik, dan dat de buitenwereld op dit moment beseft. Hij moest spelen, omdat Onuachu uitviel mm. in de opwarming. Ik denk dat hij nu echt even die twee weken, mm. dat hij nu heeft echt moet pakken om zich even af te zonderen en, en proberen echt fit te worden, want een hoofdblessure is, is ernstig. Ja. Dus we mogen dat niet onderschatten, die gast heeft misschien maar op 50% gespeeld. Top, dan gaan we wetenschap nog in elkaar hè. Wat was het hoeveel? Dertien? Twaalf. Ja, Absoluut, nog. Zeker. Hey, die penalty, dan waren we aan het vloeken, hè? Ja. Als dat het verschil van één woord, gaan we die nog oprakelen, zo. Ja, zeker. Kennen die wetenschap? Ja, ja, waar Wat is de tegenprestatie? Ze gaan eten in de Jane met ah, een ja, stuk of juist, drie Dat ja. Wij mogen ja. ook mee. keuze is voor even al de Jane geworden. <laughs> <laughs> uh, wat vonden we van het vrouwenvoetbal? Dat vond ik ook opvallend dit weekend. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik wou, ik wou kijken, maar ik heb het niet gedaan, omdat ik met mijn uh, zoon, die dat net één jaar geworden is, uh, zijn het eerste keer naar Centerpark geweest. Dat is een boycottactie uh, hier. <laughs> nee. Dus ik heb, ik heb niet gekeken, ik heb alleen de, de samenvatting gezien. Okay. En, en, en was, was die, was die, die voldoende? Ja, kijk, um, je moet, dat is net hetzelfde, vind ik, als dat je net de Champions League finale hebt bekeken, uh, PSG-Bayern, en je gaat dan Um, aan de wedstrijd die ik van de week heb gedaan, Moes Kroon, kijken. Als je denkt dat je in Moes Kroon, hetzelfde gaat kijken als in PSG, Bayern, ja, dan gaat het niet lukken en dan ga je heel hard ergeren. Je moet ja, je um, verwachtingen een beetje aanpassen aan hetgeen wat je gaat te zien krijgen. Uh, of aan de mm -hmm. uh, Je mocht daar niet met, de, met de, dezelfde verwachtingen ingaan als uh, ja, een Champions League-finale. Zo simpel is dat. Uh, maar we moeten het dan misschien tijd geven? Het komt nu ook op tv... Er zullen meer middelen komen en zo. Maar dat niveau moet toch echt omhoog. Want dit, dit kun je toch in drie jaar op dit niveau op tv geven. Dat waren dan de twee beste ploegen. Ik ben, ik ben mm. heel blij dat dat wordt uitgezonden, want ja, waarom niet? Weet je, ja, maar we, waarom zet we je ergens, VK Holzbeek tegen VK Linde ook niet uit? Ja, wa, dit is wel echt het allerhoogste niveau in België en we moeten wel ergens beginnen. Ja, dit is de Wees. snelst groeiende sport. Mm -hmm. We moeten dat, dat ondersteunen. Oké, okay, laat ons dat uitzenden. Ik heb die match mee moeten omkaderen vanuit Leven in dat fantastische box-to-box-programma. Zeg mm -hmm. nu sarcastisch? <laughs> Ga maar misschien, verder, gaan maar misschien verder. licht, maar <laughs> toch. Nee, dat, die eerste helft was een drama. Ik bedoel, ik vind wel, als je dan opent, standaard licht, dat is de klassico, dat werd gezegd, twee beste ploegen van België, uh, veel Red Flames ook op het veld. Dat niveau, sorry, die eerste helft was schandalig, die kwamen alle twee van de 0-0. Dan tweede helft, komt er wat ruimte, scoren ze twee golen. Maar het algemeen hele niveau was niet hoog. Maar geen moest groen, was evenzeer ja, een drama. Voilà, inderdaad, ja, inderdaad. Wat aan mij nog wel heel hard opvalt, is... Het algemene fitheidniveau van die speelsters, dat daar ik stel, ik, stel ik mijn vragen bij. Als je dan bij. vraagt om professionele verloning te krijgen, dan moet je fitter kunnen zijn. Ja, ik weet dan, niet... Je hebt atleten die naar de Olympische Spelen gaan, die ja. ook amper rondkomen, die postborden zijn in hun dagelijks leven, die zijn, dat zijn wel atleten. Ik had bij sommige spelers niet het gevoel dat dat atleten waren. En ik wil hier niet aan bodyshaming doen, nee. dan, want dat nee, mag voilà. niet, maar ik vind dat wel als atleet... Je moet mij, Ook je lucht je wel eens? Dat was, als de bal bost, die hielden zich precies in. Ik kijk naar, naar topsport en ik wil ja. onder de indruk zijn van de prestaties die ze leveren. En of dat dan nu een man of een vrouw is, dat maakt mij niet uit. Ik kan heel snel inschatten wat voor een vrouw uitzonderlijk is. En ik kijk naar het vrouwenwielrennen mm -hmm. en ik zie daar fenomenale prestaties. Mm -hmm. Zeker. En ik zie daar niemand die niet fit is. Uh, andere vrouwensporten. Kijk naar vrouwenhockey, vrouwen tennis. Allee, ik zie daar wel allemaal topsport. Uh, vrouwen dan tennis is zelfs pijt. bijna leuker om naar te kijken, omdat het iets trager gaat en zo. Maar dan, ja, ja. Je, ja, kijk daarnaar, naar. Een, ja. Dat kan ik niet. Het vrouwenvoetbal Absoluut. op dit moment. Er wordt vaak gezegd, oh, uh, in provinciale doen die mee. Nee. Sorry, wat ik nu gezien heb, die doen in Provinciale niet mee. Die worden daar gewoon fysiek en uh, ook wel zelfs een beetje technisch weggezet. Mm -hmm. Wat wij natuurlijk ook, mijn vrouw voetbal op tv, ja, het enige wat wij in België tot dusver gezien hebben, dat waren de Red Flames mm -hmm. en uh, dat waren Interlands. Uh, dus ja, dat niveau, dat is al een bepaalde standaard natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, andere dingen dat we gezien hebben, uh, het wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap, dat is wel hier te zien geweest. En ja, dat niveau, dat is wel... Echt in orde. Alleen, dat zijn landen die er al langer een tijd veel in investeren. Belgisch, voetbal, Belgisch vrouwenvoetbal. Hè, er is veel in de, in de flames geïnvesteerd geweest. Maar die Super League, ja, die is lange tijd, eigenlijk tot nu, compleet stiefmoederlijk behandeld geweest. Hè. Er, er zijn situaties geweest uh, dat absoluut niet klopt. Ik denk dat het vorig seizoen was zelfs. Dat was het Woluwe, dat op uh, zaterdag, bij wijze van spreken, halve finale in een beker van België moest spelen. En zondag... Uh, een topper in, uh, in tweede afdeling. Ja, Alleen, als zo'n situatie in, in de Belgische eerste klasse zou gebeuren, dan zou je zeggen: van jongens, helemaal uh, zot geworden. Dus in die toestand zat het vrouwenvoetbal tot vorig jaar. En dat zal stapje per stapje uh, beteren. Mm -hmm. En ik denk vooral niet dat het, dat het vrouwenvoetbal de ambitie moet hebben om. Op gelijke hoogte met het mannenvoetbal te komen. Nee. Want dat gaat nu niet, maar wat je wel gaat misschien krijgen. is dat nu op tv komt dat er misschien wel meer kinderen ah, jawel, denk, gaan beginnen voetballen. Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld maken. het vrouwenvoetbal zich meer moet spiegelen. En ik ga misschien stom klinken, maar bijvoorbeeld aan het hockey. Het, mm -hmm. uh, het hockey dat was ook een sport. Uh, begin jaren 2000, ik weet, ik weet niet waaruit de timing juist is. Maar hoe? Daar keek in België, keek daar niet veel volk naar. Hè? Uh, en als je kijkt, hoeveel volk stond er op de grote Markt dat de Red Lions mm -hmm. wereldkampioen zijn geworden. Dus ik denk uh, dat. Dat dat eerder uh, de, de weg is dat het vrouwenvoetbal naartoe moet gaan, dat, dat we inderdaad uh, meer dan regelmatig op tv moeten, moeten brengen, dat daar uh, er is een samenvattingsprogramma, denk ik toch, op maandag van het vrouwenvoetbal? Dat is de bedoeling, volgens denk mij ik. wel. Ja. Um, dus dat we dat stap voor stap, dat, dat dat opgebouwd wordt, maar inderdaad dat er van die speelsters uit ook, dat daar extra inspanningen komen, dat denk ik wel. Ik moet wel Jarne Teulings zware thumbs-up geven, die is 18 jaar ingevallen bij Anderlecht die speelde geweldig. Missipo van de Red Flames speelde ook geweldig. Bij standaard zat een meisje op de bank. Denk ik denk van 16 jaar. Geweldig. Dus er zijn heel goede elementen. En die komen eraan. En we moeten die misschien gewoon versneld erin gooien. Ja. Weet je, die kunnen voetballen. Die zijn jong. Die zijn fit. Laat die dan maar spelen. En laat ons afstappen van die oudere generatie. die we misschien al te lang meedragen. Want ik denk. Het is tijd voor nieuwe gezichten ook. Ja, echt of wel. niet. Al, Alleen altijd, wel. altijd. Je ja. kan ja. Courtois Tessa Willard ja. denken gaan. Maar ik denk dat je dat nu stilaan ook wel gaat krijgen, want het een, wat je in het vrouwenvoetbal ook hebt, is die eh, onderbouw, de, de mm -hmm. doorstroming van onder en uit. Ja, goed, er was heel weinig. Hè? En ik denk door het succes van de Flames de voorbije jaren, dat we die meer hebben gezien, dat de, eh, jonge meisjes kennen, Tina de Kini, kennen Jenny Skyman, kennen Tessa Willard, dat er al wel, we kennen exact de exacte cijfers niet, maar volgens mij gaat er nu toch al wel veel meer uh, meisjes aan het voetballen zijn. Het snelst groeiende sport ja, in België. En, in wereldwijd, denk ik ja. zelfs. En dat we, dat we de resultaten daarvan al... Misschien redelijk ja. snel gaan, gaan zien. Want als je, als je goed bent in het, in het vrouwenvoetbal, dan denk je dat je heel snel in de hogere reeks. Ja, je je kan zo, 15, 16 jaar. Voilà, kan je, ja, inderdaad. Ja. Dus dat gaat wel positief zijn. Oké. Okay. Dus dan kijken we dan enthousiast naar het vervolgen. Spelen ja. jullie Fantasy Premier League? Ja, ik niet. Oeh. Nee, ik denk, nee. Ja, dat is op de Play Sports redactie. Een... Ja, ja ik, ben daar, ik ben daar gewoon ook heel, heel slecht in. in, <laughs> uh, ja, in die, ja, in die deadlines. Hè. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik ben daar nog wel Ik heb dat vroeger wel gedaan. Maar ik ben dan iemand die daar met heel veel enthousiasme zijn ploeg invult, speeldag één. En dan speel twee. Ah ja, shit, deadline verstreken. <laughs> en nou ah ja dan is het niet meer plezant. Maar als commentator en, en, en je gaat naar de Premier League en je speler die jij in je fantasy net die scoort, dan is dat toch extreem uitbundig? Ja, nee, dat valt goed dat mee. geeft een extra dat, kick. Dan, nee, ja. ja, maar als je net door die goal Leroy Del Tour klopt in ja. de rangschikking, ja, dan is dat wel heel belangrijk. Het is, het is ja. Leroy Del Tour die zei dat ik dit moest bovenhalen, want <laughs> volgende week donderdag is er terug kick en rush en ze hebben een fantasy league. Ja dat, gezien, ja, dat heb ik wel gezien. Ja, Op ons Instagram en Twitter kun je de link vinden voor degenen ah, die willen meedoen. Ik ga je ah, nog een nog een keer keer, uh, er nog af. eens meedoen? Ja, ik ga ook een ploegje maken. Okay. Gewoon om te tonen van dat ik als uh, absolute La Liga fan ook gewoon makkelijk de Premier League kan doen. <laughs> oh jongens. <laughs> Jong. uh, de Leroy doet dat tijdens zijn uren. Dus... <laughs> ja, die heeft echt de database ja, en een dat echt met en de Excel met stats. Uh, ander groot nieuws was denk ik, de, de klacht van Kevin De Bruyne. Patrick heeft er nog gezeten, een, denk, ja. vier, vijf maanden geleden. Het ging over de goede band. Hoe hebben jullie dat? Gekeken? Het is bizar, want in elk interview uh, met Patrick de Koster is het: uh, de beste vrienden zijn met uh, Kevin de Bruyne. En ik geloof dat dat echt is. Ga maar niet zeggen dat dat onecht is. Wat die mannen samen beleefd hebben, heel dat parcours van de jeugd, die reizen samen. Uh, we weten ook de verhalen achter de schermen, die hebben echt samen plezier gemaakt. Dus is geld dan zo alles overheersend dat je dat, dat, je dat voldoende vindt om iemand in de gevangenis te krijgen? Ik vind dat wel straf. Zelfs ja, als je beste vriend van u gestolen heeft of zo. Allee, ik wil niet zeggen dat het zo gaan is, maar ja. Ja, misschien is het wel iets serieus. Dan praat je daarover, denk ik. Dan ja. praat je gewoon onderling van: oké, okay, dit vind ik niet kunnen. Misschien is dat maar... gebeurd, dat weten we ook niet. Hè? Ja, laat ons, laat ons verder gaan. Alleen ze hebben toch samen veel gewonnen aan die relatie. Mm -hmm. Zowel Patrick als de voetballer Kevin de Bruyne heeft enorm veel geld verdiend in die carrière. Dus welk groot. Echt een groot probleem zou er kunnen zijn. Geen idee, ja, dat is echt gissen. Nee, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als toen dat propere handen net uitbrak. Toen is er ook heel veel gedicht van, ja, wat zou dit, wat zou dat. Maar zelfs. Ja. Maar ze willen, ik lees nu dat eigenlijk ze willen echt Vrenijn en Haveltij ook mm. pakken. Ja. En die hebben het dan beter verduisterd? Of, ja, ik, weet, maar ik weet er ook niks van, hè, maar ik vind nu, de timing wel heel raar. Ja. Want de, wat ik ook lees nu, is dat er, dat er fusies zaten aankomen tussen drie kantoren, hmm. uh, onder andere JNS. Uh, nu, Luc De Vroe neemt dan nu wat over van Patrick. En meteen ik, ja. ook een klacht ja. aan zijn been. Is, er is iets, dat iets is, Ja, er is iets bezig. Georchestreerd he? of niet, maar er is iets er is een een duidelijke aanval bezig op bepaalde makelaars. Dat is wel duidelijk. Mm. En of dat die terecht of onterecht zijn, dat gaan we de komende maanden hopelijk te weten komen. Maar het is wel bizar dat vertrouwensmensen in het voetbal, Patrick de Koster is er zeker één van, die wordt echt wel vertrouwd door heel veel voetballers en door clubs. Als die in de gevangenis wordt gezet voor een meningsverschil, uh, Luc De Vroeg krijgt een gigantische klacht aan zijn broek, die ook het voortbestaan van zijn kantoor op het spel zet. Jean uh, uh, mag daar het land niet meer verlaten. Allee, dus er is wel iets aan de gang tegen bepaalde makelaars. Wel interessant ook. Ja. Wow. Maar het heeft allemaal niks met propaganda te maken. Nee, 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 natuurlijk niet. Voor... Nee, 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 maar nee, ik nee. maakte de vergelijking. Ik bedoel, dat zijn er ja. gewoon twee propaganda's Maar makelaars ja, zijn nog nooit zo kwetsbaar geweest. Daarom, ik denk dat ze vogelvrij zijn verklaard. En dat nu iedereen zoiets heeft van. Dat was ook niet juist. Ik ga er ook een klacht voor in. Het moet gedaan zijn met dat afromen van al dat geld. En, en die makelaars verdienen te veel. En die gedachtegang kan ik wel ergens volgen. Dat die mensen ja, schandalig veel de, de geld de hebben verdiend, is wel altijd, waar. De koster zit nog altijd vast. Hè? Ja. Alleen, ik ik neem ja. toch aan dat je niet ja. iemand uh, ja. nog altijd vasthoudt als er echt niks aan de hand is. En als dat een gewoon meningsverschil is. Uh, maar Patrick, de koster is iemand die de middelen heeft. Uh, die die, 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 die veel reist, die kent zijn weg in de wereld. Dus ik snap dat je recht ergens ja. denkt. Als we die man vrijlaten, dan, dan gaat hij al dat geld versluizen en dan is hij mm, zelf. Het echt is elkaar. wel uh, iemand toch. Zware criminelen, minder ja. zwaar zijn aangepakt. Ja. De makelaar nu wordt aangepakt. Maar dat is... was in propere handen Ja, ook, dat is he. ook, waar. He, ook de, de, waar. Toen de bestuurders van KV Mechelen zijn ook heel lang vastgezet met ondervragingstechnieken waar je vragen bij ja, kunt stellen. Bart heeft een maand in de uh, gevangenis gezeten. Ja, gezissen, terwijl, wat is de... de ja, het zijn geen, dat zijn geen uh, allee, de fysieke criminelen. Die hebben niemand uh, gewurgd, verkracht of vermoord. Ze he. zijn geen gevaar voor de maatschappij. Nee, normaal gezien niet, dat denk is, ik. Ja, ze kunnen hun, 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 dingen dat ze misgaan dan. Wegmoffelen of zo, misschien als ze vrij zijn. Maar voor de rest oh, het is wel, er Patrick de Koster heen. is geen gevaar voor de maatschappij. Dus. Maar is het, dan, is het dan vader de Bruine die, die een beetje pist is? Die zo wat afgunstig is van. Ah, Patrick heeft dat, te veel ja, geld verdiend hier. Dat, dat, toch niet alleen. Dat kan toch niet. Ja. Dat lijkt mij straf. Hij zal toch niet meer... Mee... Nee, ik ga niks zeggen. Ja, nu moet je het zeker zeggen. Hij verzint al snel iets anders dat je kunt zeggen, maar je moet ja, niet zeggen. Ik kan het toch niet privé... Hè. Ik weet niet, dat hem gehit heeft op de, op de, op de moeder van Kevin nee, De Ik heb niks... misschien toch beter niks okay. gezegd, ja. 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 Dat kan toch? Ik weet niet wat er allemaal speelt. Maar nee, daar, zo... ik, ik weet er echt, en daar meen ik echt het fijne niet van, maar ik kan u wel zeggen, dat gaat niet gebeuren. <laughs> maar er, er is een persoonlijke frustratie. En ik denk nog altijd, zet die mannen samen in een kamer en die lossen dat toch Ja, op. ik denk ook niet dat, dat, dat ze dit gaan gewild Want ja. ik denk dat je tijdens zo'n corona-ding in de gevangenis dat je dat wel echt niet wilt meemaken. Ja, en de Bruin krijgt nu ook wel veel media-aandacht. Dat wil die man toch ook nee, niet? Nee, hij staat punt om uh, derde keer vader te worden. Ja. Ik denk dat je al die stress en zo wel... Ja. ja, en dan kun je echt niet zeggen van wow, het geluid van mij af. <laughs> nee, 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 nee. No way. Is het, is het dan omdat Patrick de Koster wel echt de flamboyantste onder alle makelaars is dat hij dit voor heeft? Want de, op zich zou je dat niet tegen hem mogen spelen. Ik denk hij wel pakt, dat, uh, dat uh, als er iets uh, uh, merkt een zijn klacht in die tegen zijn makelaar uh, zeg, Toby Alderweireld doet dat, Jan Vertongen doet dat dan is dat een nieuwsberichtje. Uh, Patrick en Kevin zijn ook Ieder jaar drie, vier keer samen in de media gekomen. Ja. Dus dat is dé relatie tussen een speler en een maker. Dus daarom is dat nu ook ja. ja, zo'n grote bomme. Ja. Hebben jullie het uh, shirt van, nieuwe shirt van Nederland en Italië al gezien? Ja, ja. van Nederland wel. Uh, dat vond ik echt cool. Cool, hè? Ja, echt cool. Ik vind dat van Italië ook cool. En Frankrijk had ik nu ook net voor de uitzending gezien. Ook cool. De uitzending van Italië en ja, ja. Frankrijk heb ik nog niet gezien. En van, van Holland vond ik echt... Uh, ja. Nu wij nog, hè? Ja, wij hebben... Het is toch al een paar jaar dat Maar we gaan, gaan dat niet veranderen, denk ik, hè? Ik denk dat nou we met het Tractor Voor het EK gaan we toch nog iets nieuws krijgen, zouden niet? Ja, want dit was voor het EK, dacht oh, okay, ik. Oké, dan moet je toch nog iets nieuws vinden. Kom. Nog, nog voor het grote trui. Laat ons hopen, want ik vind ook Italië en Frankrijk, die krijgen altijd van die grave shirts. Ja, en wij missen dat uh, toch. Uh. Allee, wij, zoals je zegt, iconische truitjes van, van de Rode Duivels, dan denk ik toch wel aan, aan veel, dan moet ik terug naar de jaren tachtig. Ja, 84. Met die Ja, met die dingen, ja. Daarna toch... Van Diadora in, in, in 90 misschien nog, maar daarna is dat toch allemaal zo... Ik vind Adidas mag ook gewoon eens... Ja, we zijn nummer 1 van de wereld. Bo... Ja, hey, kom ik, zeg. Uh... Het is aan Adidas om mee iets graaf te komen. Hè. Maar ik denk dat ze dat nu wel gedaan hebben. Oh. Hey, dat ze dat vonden dat ze dat gedaan hebben. Het is, het is niet uh, wat dat je paar jaar geleden het gevoel had van oeh, ze hebben hier gewoon het met paint, de kleur veranderd. Nee, dat is ja, niet, ja. ja net die strepen zijn toch gewoon met paint getrokken? <laughs> ja, oké. Okay. Paint was een <laughs> slechte <laughs> <ding>. <laughs> Um, vorig jaar, uh, vorige week gaan we het shirt van uh, Rome weg, maar het ligt er niet. Filip <laughs> heeft het waarschijnlijk zelf meegenomen, <laughs> dus ik zal dat regelen en we gaan de winnaar uh, bekend maken. Kan ik wel zeggen wat het doelpunt was? Ah, Kunnen ja. jullie, willen jullie nog een gok doen? Oh, ja, hij heeft er zoveel. Ik bedoel, dat is echt... Uh... Hij moest ofwel in de commentaarboot of ja, in het stadion maar, zijn. Maar krijgen we een tip? Want ja, dat is echt... De tip is, hij maakt veel mooie goals. Pff, ja, dan zeg het dan maar, slaat maar. dan. Juist, toch? Ah. Wauw. Met de normaal. Ja, tegen Engeland. Ja. Ik moet nu wel zeggen, ja, ik heb het daarna teruggezien. Ik snap wat hem, waarom hij hem dat kiest. Ja, maar Zuniek. Zat hij toen in het stadion? Ja, in de boot. Ah, echt? Want ja. Ja, het was toch maar een vriendschappelijke match, ja. denk ik? Nee. Ja, was... Wel, ja, dat was tegen... een hoeveel match. Engeland, he? Zweden, ja. denk, ik. Ja, denk ik. Denk ik. Maar, maar dat ja, was. was filmen, doorgegeven in dat doorgegeven antwoord. En dat is ook veel als comment binnengekomen. Dus. Ah, oké. Okay. Ja. Dus deze week maken we in de Instagram-story bekend wie dat gewonnen heeft. Ik wil graag zo'n shirt van Nederland of Italië weggeven. Spelen maandag toevallig dus we tegen elkaar. Ja, we... je kunt dat kopen, hè? Ah. <laughs> je denkt er dat we dat moeten regelen. Uh, dus je moet eigenlijk de pronostiek van de wedstrijd, dus de uitslag dat je denkt, uh, reageren onder uh, deze YouTube-video. Dus diegenen die luisteren naar de podcast, snel naar YouTube gaan en eronder commenten. En uh, van de winnende ploeg geven we dan een shirt weg. Oké, okay, cool. Ik zal er twee kopen, dan heb je er ook in. Ja, ik wil, mijn collectie moet dringend eens uitgebreid worden. Ik geef meer en meer shirts weg, ik wil er ook eens wat krijgen. Wat is een mooiste shirt? Hm? Het mooiste shirt. Ja, ik heb drie smertjes gekregen. Ah, ja. Mijn handtekening ja, ja. voor mijn verloving, dat vond ik wel echt speciaal. Ja. Bedankt, Sam. <laughs> Bedankt, Dries. <laughs> uh, heb je nog iets uh, ja. toe te voegen? Ja, ik, had, ik was erop aan het wachten. Nee, nee, ik wou nog twee helden van de week aanduiden, kort. Eén superheld en één kleine miniheld. Eén Chadwick Boseman, dat was... Uh, eerst was dat nieuws mij zo niet binnengekomen, want ik ben geen grote filmkenner of zo. Maar dan kreeg ik een filmpje op mijn tijdlijn waarin, de, waarin dat die gast twee jaar na uh, zijn diagnose van stadium 3 kanker uh, een speech aan het geven is. Waarin hij vertelt over twee kinderen die bij hem waren geweest die ook heel ziek waren. En die gast was op dat moment in een waarschijnlijk chemo bezig, operaties, uh, bestralingen, God weet wat allemaal. En die was nog bezig met dat leed van die andere. Terwijl hij tegen niemand iets had gezegd over zijn eigen parcours vind ik fenomenaal. Want die gast die, moet zo, die zijn hoofd moet zo bomvol gezeten hebben met zijn eigen shit. En dan nog bezig zijn met leed van anderen om als acteur positief naar buiten te komen. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Dus dat is echt mijn held van de week. Ja, veruit. Waarschijnlijk van het jaar. En dan mijn kleine mini-held, want het heeft er helemaal niets mee te maken. Is Paul Conway van Oostende. Die een eigenaar. Waarom? Ja. De, die smijt gewoon alles online. Die sm, tot, tot cijfers na de comma, smijt in online wat Luc De Vroe en Frenet ah, ja, verdiend zo, ja. hebben aan die transfers. Welke percentages er in die contracten staan. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Dat is echt de American way. Die, die claimt gewoon heel die narrative en heel dat verhaal. Die zet De Vroe en Frenet wel echt in een heel lastige positie door dat ze open en bloot uit te smeren. I like it. En, laat ons het zo voeren, laat ons alles zo. Uh, de like maar de vroege reactie was uh, wel meteen, uh, ja. je moet hier wel mee opletten, want ja, 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 maar laat alles, alles is wel... Ja, ja maar dus het eerste, laat de, de eerste het schade is wel dan, nu al gebeurd. Hè? Ja, ja, tuurlijk, maar ah, dus is, Stel je voor dat dat effectief iedereen wel op de hoogte was, en dat het, tuurlijk, dat het echt een manier is om geld terug te krijgen, dan vind ik dit wel tuurlijk, een heel laffe die, ja. communicatie. Ik ga, ik ga ervan uit dat, dat Luc de Vroeg gelijk heeft, want ja, die contracten die zullen getekend geweest zijn, en of dat dan nu hoge of lage commissies zijn, dat kan me niet schelen, maar ik hou ervan wel dat het open en bloot wordt gevoerd. En Luc De Vrou heeft ook gelijk, hij heeft ook gereageerd. En, eh, maar ik vind het goed dat die in het voetbal wel een keer gewoon zo wat met een borstelsteel erdoor gaan en een keer laten zien hoe het echt in elkaar zit achter de schermen. En dat werkt langs twee kanten. Hè? Ja, dat werkt tuurlijk. ook langs de zijde van Luc ja, De Vrouw, hè bedoeld. Maar ik vind het gewoon een keer tof, want wij, puur, wij, wij kunnen nu meegenieten van het spel tussen die twee. Hè? Dat is entertainment, hè. Dat is waar. Steek het in uw box-to-box. <laughs> nee, maar dus je vind het wel een goede, ding, een goede rubriekje. De persoon van de week. Kunnen aan een sponsor verkopen? Voorlopig ja, de sporthuis persoon van de week nemen. Nu heb ik echt Chadwick Boseman oneer aangedaan. Door oh, Conway, Conway erachter ja. te zitten. Maar bon. Zeker waar. Hebben we nog ander nieuws vrijdag? Want we zijn al aan het testen over de Wielerpodcast. Als vrijdag de aflevering goed is, dan hebben we vrijdag voor het eerste Wielerpodcast. Met wie? Kan ik nog niet zeggen. Oh. Hebben we al een is, naam? Er is nog geen gast. <laughs> ja, ja dan je Is er al in. een titel? Ja, dat weet jij even hard als mij, dus... Ah, ja, maar ik weet niet of dat we meer hier al open en bloot nee, maken. dat gaan we niet doen. Filip, ga jij nog iets toe te voegen? Uh, nee, eigenlijk... Uh, nee. nee niet zo. nu zo is dit. het gewoon hoop dat de SD-kaart al heeft opgenomen. Absoluut. En hoop dat de Premier League volgende week wat zonnig start. En ook dat we snel terug inderdaad publiek in het stadion krijgen. Want... En dat, dat komt ik... in België nu al, hè? Ja, ja ik weet het. Maar en dat, dat vraag ik me wel af, hoe dat we dat gaan doen als er terug publiek in het stadion zit, gaan we dan nog uh, geluidsband hebben, met sfeer en dergelijke? Nee, maar dat is. Een, want dat je, gaat, wel. Nee, maar je gaat dus oh. niet, de, je gaat niet dezelfde, je gaat niet dezelfde toestanden krijgen als in een vol Je gaat geen gezangen en zo krijgen, als Ah, gij, nu in Als je in van ja. vijf en zo naar, naar voetbal mocht gaan kijken, ja, je gaat daar niet uh, zotte sfeeracties en dergelijke meer nee, nee. Uh, hebben. Dus ja, je ja. gaat groezemoes hebben, je gaat wel eens ah ah dingen hebben, maar je gaat voor de rest. Dus ik vraag me even dat uh, daar gaat vraag. gebeuren gewoon die geluidsband met Rutje Vormer is homo die, die gaat ja, dat onder in elke match Dat zat in de, de, de bekerfinale. Bekerfina oh, een uh, oh, yeah. club is een club vol zonnet of Antwerpen is een club ja. vol zonnet. lampje ja. zo. ja. uh, is, is een wanker. Dat is toch zeer raar dat dat er door is gegaan. 2020 hè? Ja, ja, dus niks mag ja, nog. Ja, maar, ja. maar dat is het, Ja, dan heeft hij dat toch ja. niet geluisterd. Dat is gewoon bij, bij de VRT hadden ze ook een filmpje gemaakt van hoe ze dat gedaan hadden bij de bekerfinale hoe dat het dan werkte, tegen geluid andere dingen. Maar dan denk je van, alleen. Ja, de, de dan er, er zo van 20... indische supporters in de studio, want ze, ze hadden dat effectief uitgelegd he, van ja we hadden de supporters gezangen van de voorbije twee uh, club Antwerps gepakt, maar ja een goeie had heet. daar zit al wel eens iets tussen, we hebben niet uh, niet voor publicatie of niet. Uh... germerit ja. oké okay, jongens we moeten echt afronden, want anders gaan we hier voor <laughs> twee uur en tien minuten zitten. dus aan de kijkers en luisteraars tot volgende week.